Svenja, we zitten hier bij jou. Je hebt juist de choreografie achter de rug. Hoe is dat meegevallen? Redelijk goed. Ik heb al een beetje ervaring door mijn vorige misverkiezing, dus dat viel wel redelijk goed mee. En wat heb je zoal moeten doen? Vooral catwalk lopen en leren stappen op de muziek. Je bent nu finaliste in Miss Excel. Wat vind je daarvan? Ik vind dat natuurlijk super. Ja, ik doe vooral mee aan misverkiezingen voor te laten zien dat meisjes met een maatje meer toch hunzelf kunnen bewijzen en er kunnen staan. Dus ja. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben afgestudeerd in publiciteit, dus momenteel ben ik nog op zoek naar werk. En hier en daar al jobjes gedaan als hostess. En heb je hostess? Wat soort hostessenwerk doe je dan? Zo bijvoorbeeld promotie maken voor Coca-Cola of zo, of van alles. Vind je dat leuk? Ik vind dat leuk omdat je veel in contact komt met mensen. Je sociale vaardigheden worden daar ook getest, dus dat vind ik wel belangrijk. Inderdaad. Wat verwacht je uit de verkiezing eigenlijk te halen nog? Ja, meer zelfvertrouwen en natuurlijk. En meer ervaring misschien naar andere jaren toe, voor als ik nog meedoe aan verkiezingen. Oké, super. Ik ga je in ieder geval heel veel succes toewensen. Dankjewel.